Het is slecht gesteld met de verkeersveiligheid op veel Eindhovense basisscholen. Dat vinden schooldirecteuren. Ze geven gemiddeld een onvoldoende voor de verkeerssituatie. Blijkt uit een enquête van Studio 040 onder schooldirecteuren en ouderraden. De omroep benaderde alle basisscholen in de stad. Zowel tientallen ouderraden als directeuren reageerden. En het beeld is duidelijk. Het overgrote deel van hen maakt zich zorgen. Zo ook op basisschool De Handreiking. Wanneer kinderen niet veilig kunnen oversteken, dan is het eigenlijk wachten op het moment dat het een keer fout gaat. En daar hebben we wel ergens grote zorgen over. En ze kunnen op moeilijke plekken oversteken. Veel auto's. Mensen brengen tegenwoordig kinderen veel met auto's naar school toe. Ja, en daardoor is het onveilig voor de kinderen. Ook de kinderen vinden het gevaarlijk. De leerlingenraad op school roept al langer dat de situatie niet veilig is. Ja, de auto's die parkeren zeg maar half op de stoep en half gewoon op de weg. Voor de kinderen dat ze gaan oversteken, ja, er kan ooit een ongeluk gebeuren. Is het onveilig? Ja, eigenlijk wel. Want ze rijden ook wel sneller dan 30 en zo. Ja, er wordt inderdaad hier te hard gereden en vaak fout geparkeerd of dubbel geparkeerd. Kinderen die met veel moeite kunnen oversteken. Chauffeurs die te hard rijden of op straat parkeren. Het zijn de verkeersproblemen die het meest voorkomen op de Eindhovense basisscholen. En dat is op basisschool Reigerlaan niet anders. Bij de zebrapad is echt een hele gevaarlijke situatie. Ja. Houdt u hard vast? Ja, zeker. Als ik mijn kinderen daarover moet laten steken, dan roep ik al ver stoppen bij het zebra. En dat is toch eigenlijk niet waar de bedoeling is volgens mij. Ze rijden hard bijvoorbeeld over de Parklaan en daar wordt vaak harder dan 50 km per uur gereden. En als kinderen daar 's ochtends over moeten steken, ontstaan daar gevaarlijke situaties. Ja. De kinderen zijn het overzicht kwijt door de drukte, door auto's die op de stoep parkeren. Kinderen hebben minder verkeerservaring, dus het kan zo in één keer misgaan. En dan wil ik niet dat we met z'n allen spijt hebben dat we niet eerder iets gedaan hebben. Om dat te voorkomen hebben ouders en schooldirecteuren wel ideeën. Wat meer controle op snelheid, het verkeer wat meer omleiden. Ik weet niet of dat alles via de Vuutlaan moet, maar wat minder door het schoolgebied heen kunnen rijden. Een veilige oversteekplek en ook maatregelen om ervoor te zorgen dat auto's niet meer zo hard door de straat heen kunnen rijden. En daarnaast ook handhaven op het fout parkeren. Veel directeuren die de enquête invulden hebben geen zicht op de verkeersincidenten bij de school. Degenen die het wel weten zeggen dat er het afgelopen jaar in totaal zeker 10 ongelukken zijn geweest.